deze video ga ik een ondergrondse bunker bouwen en die moet onvindbaar zijn. En onopvallend, dat is deze niet. Verder ga ik laten zien hoe ik daar in de 4 dagen ga overleven, maar hoe je het nog veel langer vol kan houden. Want stel, de wereld zoals jij en ik hem kennen, is niet meer wat het is. Oorlog, stroomstoring of wat dan ook, alles verandert. Wat zou jij doen om te overleven? Ik zou mijn outdoor tassen pakken, mijn noodpakketten aan eten en de bossen in verdwijnen. Dat ga ik in deze aflevering laten zien. Dit is wel de plek waar ik ga bouwen. Een hele lange tijd geleden heb ik deze schuilplaats met Thijs en Rick gebouwd. Hier gaan we nu echt een ondergrondse bunker van bouwen. En na al dat geklet, snel aan de slag met het opruimen van deze zooi en aan de slag met het bouwen van de bunker. Bij 1000 likes op deze video maak ik nog een video bij deze bunker. Laat in de comments weten wat ik hier dan moet doen. In de basis ziet het er hier nog best wel goed uit. De boomstammen zijn allemaal best wel droog. Deze die doet het nog steeds hartstikke goed, maar misschien met al het gewicht van de aarde hier nog wel een steunpilaar onder. Dat is helemaal niet mis. Al deze gaan we eraf halen, leggen we daaronder, het blijft zo droog mogelijk. Ik ben al een uur aan het scheppen. De grond is van klei, keihard. Op sommige plekken gaat het best goed, maar op de meeste is het echt hard werken. Maar dit is wel bijna op de hoogte waar ik wil zijn. Ik heb even snel een tarp opgehangen en deze hangt vrij laag, zodat ik niet opvallend ben. En ik denk dat het tijd is om wat te drinken en te eten. Tijd om te eten. Deze video is mede mogelijk gemaakt door noodvoedselvoorziening.nl. Ze hebben mij dit pakket opgestuurd met allerlei noodvoedsel. Dit blik zit er bijvoorbeeld 8 maaltijden in. En deze doos, die ga ik voor mij ook voor het eerst openmaken nu. Er zitten allemaal foliezakjes in, dus ze zijn in verschillende vormen verkrijgbaar. En zo zit er van alles in. Pasta bolognese, chicken fried rice, chocolademousse met kers en granola. Hier heb ik zin in. Laten we gelijk maar een zakje bereiden. Zo ziet het eruit. Water staat op. Ik ga het erin gieten, het kokende water. Zakje met kokend water na het roeren dicht. En 8 minuutjes wachten. Nog een keer roeren en eten maar. A few moments later. Ik heb 8 minuten gewacht, geroerd en het is tijd om te eten. Het ziet er een beetje flink geroerd uit, dat heb ik ook gedaan. Maar het ruikt echt heel lekker. Deze foliezakjes zijn makkelijk als je gaat survivalen, bushcraften, hiken, kamperen. Als je student bent of als je gewoon een beetje lui bent. Je gooit er kokend water in en je hebt maaltijd. Deze zakjes zijn 7 jaar houdbaar. Maar deze blikken die zijn gewoon 25 jaar houdbaar. Er zitten 8 maaltijden in dit blik. Je hebt ze ook in 16. Met TomAutor20 krijg je 20% korting op noodvoedselvoorziening.nl. Dus ik zou zeggen, bereid je volgende trip voor met zo'n bak of koop een losse zak. En bereid je voor op veel ergere situaties met deze blikken. Al best een tijdje best wel hard aan het regenen. Ik moet zelfs gewoon hard praten om mezelf te kunnen horen. Schep even nu niet zo zin. Ben ik zeiknat en de grond is ook zeiknat. Dus we wachten hier maar even. Het is zoveel zwaarder met al die modder. Dit ook 20 centimeter hak onder mijn voeten aan modder. Ik ga zo toch maar weer even rustig aan doen, denk ik. Het regent zo giga hard. Ik ga gewoon wachten tot die bui over is. Alleen dat duurt gewoon tot de avond. Dus een paar uur lang niks doen. Alles wordt anders vies en goor. Dus even chillen. Hier vertel ik dat het een andere dag is. Mijn idee was om 4 dagen achter elkaar deze hele video te filmen. Maar door het weer liep dit anders. En tevens kostte het ook veel meer tijd dan ik van tevoren had bedacht. Maar goed, hup naar het volgende. Ik heb hier allerlei platen en deze platen gaan het dak vormen. Hierop ga ik een zeil leggen. Deze zeiltjes. En op die platen en het zeil, daar komt de aarde. Handschoenen aantrekken en aan de slag. Het zweet gutst weer lekker van mijn kop. Ik sta nog steeds diep zat, want hier zit gewoon ruimte tussen. De soort van trap vind ik voor nu even prima. In principe misschien is het nog iets breder chiller. Als je hem iets groter maakt, kan je heen en weer lopen. Dat is wel echt chill. Dus ik denk dat ik de trap nog eentje verder maak.
Over dit stuk ben ik tevreden. Nu het stuk waar jullie staan. Ik wil hier goed kunnen zitten en goed kunnen liggen. Dus dit stuk gaan we nu mee aan de slag. Ik kan inmiddels prima zitten. Tijd om deze rand te doorbreken. De lichtplek moet nog iets breder, want ik pas nu precies. Je wil wel een klein beetje ruimte erover hebben. Dus deze doorbreken, iets breder maken. Alles gelijk maken. Op naar het dak dan. Tijd om het hout op het dak te leggen. Dit is gewoon het halve dak, hè? Enorm, bizar, superziek. Tijd om de aarde eerst wat verder naar achter te halen. Zeil eromheen te slaan, zeil die kant op te rollen. Dan de aarde erop. Zeil past ook maar precies. Ja, aan die zijkanten moeten we nog een oplossing verzinnen. Ik denk dat dat een hoop planken worden. Deze balk gaat dit dak tijdelijk ondersteunen. Hij is eigenlijk voor het mooie net iets te lang, denk ik. Maar het liefste zet ik er natuurlijk veel kracht onder. Ja, hij is net te lang voor het mooie. Even een ander pakken. Deze staat als een huis. Deze helft van het dak is in principe grotendeels af. Ik dacht dat ik daar 4 platen voor nodig had, dat werden er 6. Dus ik heb nog maar 4 platen over. Die ga ik wel even daaronder leggen om te zorgen dat ze droog blijven. Dan kan ik deze tarp opruimen. Die is nu bijna helemaal droog en het gaat zo regenen. Dan wordt die weer zeiknat. Ik ga toch mijn spullen pakken om op een later moment weer verder te gaan. Dus dan kan ik deze lekker droog inpakken. Dat zou top zijn. Dit gaat lekker allemaal naar binnen wat eronder ligt. Deze zijkant en de andere zijkant moeten uiteraard ook dicht. Dan moet ik een hoop takken verzamelen om ze allemaal zo neer te zetten en daar aarde op te scheppen. Dus ik ga takken verzamelen. Maar het begint al harder te regenen en als het echt hard gaat regenen, dan vind ik het best geweest. Tijd om dit stuk in ieder geval wat verder dicht te scheppen. Dus, zoals ik al zei, het duurt veel langer dan verwacht en het weer zit ook niet mee met dagenlange regen voorspeld. Op naar de volgende dag. Goedemorgen, we zijn er weer op zoek naar heel veel takken. Want de andere helft moeten we ook dicht gaan maken en een dak erop gaan bouwen. Dus we hebben heel veel lange, stevige takken nodig. Dan gaan we kijken of we stevige dragers kunnen vinden. Dus laten we het bos maar ingaan, zou ik zeggen dan natuurlijk. Kijk, deze is giga rot en best wel scheef, dus die hoef ik niet. Dit is niet de mooiste, want hij ligt al even op de grond. Alleen ik kan niet echt wat beters vinden zo snel. We gaan hier maar voor. Nu het frame bouwen voor dit dak. We gaan beginnen aan het bouwen van het dak. Wat een hel. Het is veel moeilijker aan deze kant. De bomen zijn eigenlijk te dik. Maar goed, er ligt niet zoveel anders. Daar moet de zijtak eraf. Deze ligt veel te hoog. En die ook nog. Dus ik ga aan het zagen dan. Tijd om het dak vol te leggen met platen, maar ik heb geen allemaal verse platen, ik heb ook een paar oude platen. Ik ga hier de nieuwe platen leggen, want dat is waar mijn hoofd komt. De andere platen komen daar. Lijkt een soort lelijke puzzel. Dat zijn oude platen, nieuwe. Daar gaat natuurlijk een zeil overheen en dan komt het goed. Tijd om dit gat dicht te maken.
maken, heel veel stokken verzamelen, aarde eroverheen. Dus die wordt wel weer een klusje. Aan de slag. De oude deur ligt er tegenaan op zoek naar meer takken in het bos. Waar we heel de zijkant dichtleggen en dicht scheppen. Het zal wel even een paar uur gaan duren weer. Ik denk dat ik ga beginnen met scheppen en we kijken hoe ver we komen. Eventueel kunnen we het nog met extra takken opvullen natuurlijk. Deze muur lijkt erop. Je kan er gewoon op staan trouwens, dus dat is top. Op naar de andere kant. Aardige stapel takken, dus aan de slag met het dichtmaken van die kant. Deze video duurt ongeveer 20 minuten, maar ik heb hiervoor 7 dagen gefilmd met meer dan 15 uur aan beeldmateriaal. Ook heb ik nog een kleine blessure opgelopen en er is dagenlang geëdit. Als dit geen like en abonneren waard is, weet ik het ook niet meer. Dus like en abonneer even. Zo, dat was mijn dagje wel. De zon gaat bijna weer onder. Het was een behoorlijke dag beuken zo, want die kant is dicht, die kant is zo goed als dicht. Aan de deur moeten we het laatste werk doen en dat gat daar achterin moeten we nog even dichtmaken. Maar we laten het eerst even hier binnen gewoon opdrogen. Dit was het dagje vandaag. Oi, oi, oi. We zijn weer bij de bunker. Dag 5 inmiddels in de ondergrondse bunker. Dat is een beetje te veel van het goede. Maar goed, de komende dagen gaan we er overleven. Hier de cameratas, alle spullen van het eten en drinken en het slapen. En we hebben het douchescherm van de video met Ties van de Action. Nou, hier zitten we dan in de ondergrondse bunker. Daarachter moet het nog dichtgemaakt worden. Dat gaan we nu als eerste doen. Dan gaan we even uitgebreid lunchen hier in de bunker. En langzaam gaan we dan de komende dagen de bunker helemaal afmaken. Laat ik zien hoe ik het hier een langere tijd vol zou houden. We gaan wat takken hier verzoeken en dan is dat de laatste keer dat ik flink moet scheppen. Ik heb flinke spierpijn in mijn arm hier. Het lijkt wel een soort muisarm bijna. Dus nog één keer scheppen voor dit gat. Takken zoeken dus. Het regent echt enorm hard inmiddels. Het voordeel is dat het wel hier echt droog zit. Ik ben wel bang dat als het hier echt flink regent, dat deze kuil zomaar vol loopt. Ik wacht even de regenbui af en dan gaan we verder met die kant dichtmaken. Aangezien het flink aan het regenen was en nu nog aan het naspetteren is, ga ik even lekker een lunch maken van de sponsor van deze video. Ik ga voor de zalm met broccoli en pasta. Daar heb ik wel zin in. Het water kookt al. Oké, 8 minuten geduld. Vast lekker, want het ruikt in ieder geval weer heerlijk. 20% korting, hè? Link hieronder. 8 minuutjes zijn voorbij. Eén keer even roeren. Oeh, het ruikt in ieder geval fantastisch. Ik ben heel benieuwd. Nog erg warm. Ik laat hem heel even afkoelen met het zakje open. Deze video heeft enorm veel tijd gekost. In principe wilde ik ook meer tijd in mijn video steken, niet alleen maar 24 uur in video. Maar deze video is wel iets uit de hand gelopen, want voordat ik klaar ben zitten er zomaar 7 dagen aan filmen in. Binnenkort ga ik nog een veel vetter avontuur opnemen. Dat wordt echt een avontuur. Smaakt het top. Nu hard aan de slag. Tijd om dit gat dicht te maken. Takken zat. Let's go. De kant achter mij is dicht. Mijn arm doet enorm zeer. De zijkant daar is ook nog dicht. Het begint weer te regenen, kan niet anders dan even pauze nemen. Het is veel donkerder dan net, nu het daar zo dicht is. Deze kant is helemaal donker. Kijk, hier is het licht natuurlijk. Dat moet nog beter gemaakt worden, de ingang. Ik heb oprecht overal pijn, maar vooral in mijn rechter onderarm. Dat is echt niet best. Ik ga echt even rustig aan doen, even zitten, want anders heb ik straks een blessure. En daar wordt het echt niet beter van, want er moet nog gewoon werk gedaan worden. Maar nu heel even tijd om rustig aan te doen.
zijn er een paar vogels flink ruzie aan het maken. Volgens mij zijn het kauwen. Dit stuk is het belangrijkste werk wat er nog te doen valt. Verder moeten er heel wat gaten gedicht worden. Al die gaten dichten, dat ga ik morgen doen. Hiervoor gaan we de muur ophogen en daar ook. Daarvoor ga ik alvast balken zoeken. Misschien kom ik er zo nog aan toe. Misschien wordt het morgen. En dan gaan we een helemaal complete ingang maken. Nou, gaan we dan op zoek. Hoppa, hier ligt nog wel meer. Top. Deze muur is af, zeker niet de mooiste, maar goed, we moeten het er even mee doen. Deze kant is dicht. Ja, deze muur ziet er toch inmiddels best aardig uit zo. Dat gat moet nog opgevuld worden daar natuurlijk. Hier moet ook weer opnieuw aarde tussen. Maar dit is het allergrootste gat. En die kunnen we nou ook beter opvullen. Hier moet in ieder geval nog een tak tussen. Verzameling met kleine stokken. Daar gaan we dit dichter mee maken. En dan kan er morgen heel makkelijk aarde op. Dit wordt morgen makkelijk opvullen. Dit wordt morgen makkelijk opvullen. Het begint te regenen. Pols doet zeer. Pauze. Het is al meer dan een half uur aan één stuk door aan het regenen. En het is nog donkerder geworden, want nu dat daar aardig opgestapeld is en deze hier dicht is, is dit echt het enige licht. Het regent nog steeds. Ik lig inmiddels gewoon lekker te chillen. Ik heb wat scriptjes uitgeschreven voor aankomende video's, wat ik een beetje in ga spreken, hoe ik de intro ga beginnen, dat soort dingen. En ik heb nog wat nieuwe video-ideeën uitgeschreven. En als het straks donker is, ga ik lekker mijn bedje voorbereiden. En ik ga straks chocolademoes nemen. Oeh, het is inmiddels donker. Ik ben net terug van dit douchescherm halen. Het is aan het onweren. Dan zit ik hier in de basis best prima, want ik zit niet bij een grote boom. Ik heb dit douchescherm uit mijn auto gehaald, want hier komt een heel klein beetje vocht doorheen als je er wat langer op zit. Deze ga ik hieronder leggen, zodat de slaapmat niet nat wordt. Het is tijd om het toetje te eten. Ik moet zeggen, meer trek dan dat heb ik nog niet. Er zijn dus drie verschillen in deze doos. Rijst met pudding en strawberries. Custard apple crunch. De chocolademoes met kersen en granola. Dus daar heb ik toch echt heel veel zin in. Oké, kokend water in het zakje. Even roeren. De maaltijd is gemixt. Nu even 8 minuten wachten. Chocolademoes met kersen en granola. Nou. Dit smaakt goed. Avondmaaltijd zit erin. Ik ben gelukkig. Het is tijd om te slapen. Ik heb mijn broek expres hier gehangen, zodat deze aan het droog is. Maar niet mijn hele bed, slaapzak, etc. vies maakt. En dan ga ik lekker een tukkie doen. Goedemorgen, mijn matje is aardig plat. Ik heb vannacht meerdere keren dit ding opgeblazen, want ik lig nu met mijn rug zo goed als helemaal op de grond. Ik ga zo denk ik rustig gaan ontbijten. Scrambled egg, daar heb ik wel zin in. En dan gaan we de laatste gaten erachter dichtmaken. Ik genoot hier weer van een heerlijk ontbijtje van de sponsor van deze video. Helaas was ik nog niet zo wakker om de microfoon aan te zetten. Gelukkig was het ontbijt erg lekker. Hier kan modder op. Die rechterkant is helemaal ingestort. Ik ga eerst even knopen. Zo, deze kant ziet er nu weer netjes uit. En in principe zou het een soort van vast moeten liggen. We gaan de laatste aardes erop scheppen aan deze kant. Deze kant zit nu helemaal dicht. Geen plaat meer die je ziet. We hebben nog wat extra op het dak gegooid daar. En die zijkant is dan ook dicht. Dus we gaan nu naar die kant. Het lijkt in principe best wel dicht al. Alleen als je vanaf dichtbij boven een beetje kijkt, zie je gaten waar alles doorheen is gezakt. Daar gaan we het nu opnieuw vullen in de hoop dat er groot genoeg dingen in blijven zitten, zodat het niet doorheen zakt.
Ik heb gigapijn aan mijn arm. Het is echt niet meer te doen. Die laatste paar illuminigaatjes die vullen zich vanzelf wel op met bladeren en inzakkende aarde. Dus ik ga echt even chillen. Misschien ga ik zelfs gewoon lekker even liggen. Ik ga nog één nachtje slapen. Morgen gaat stormen, windkracht 6, 7 en volgens mij 35 mm regen. Dus ik denk dat ik het hier wel best vind na morgenochtend. Oh, like, abonneer. Misschien heb ik dan minder zeer. Ha, grapje. In de basis ziet het er hartstikke vet uit nu. En ik ben benieuwd hoe het eruit ziet van een afstandje. Het is dat er donkere aarde op dit moment op ligt. Maar anders denk ik dat het best lastig zichtbaar is. Dus we gaan het ook eens aan de andere kant checken. Vanuit hier kan ik de ingang zien. En daarom zie ik waar het is, maar de rest die verdwijnt helemaal. Kijk, zo zie ik de ingang bijna niet. Ja, dan is het veel lastiger om te zien. En nu nog een paar stappen verder zonder dat de rode jas in beeld is. Ja, dan is het erg lastig om te zien inmiddels, zou ik zeggen. Mijn lichaam is een beetje op van al dat scheppen. Dit project was erg zwaar. Ik ben benieuwd als jullie er meer van willen zien, wat jullie zouden willen zien dat ik hier ga doen. Laat in de comments weten wat jullie willen zien. En dan ga ik even chillen nu echt. Het is 4 uur 's nachts. Ik schrik net wakker hier. Ik ben gewoon, terwijl ik zo lag te chillen, ben ik in slaap gevallen. Ik voel me echt niet best. Ik ga nog even een paar uur proberen te slapen. En dan morgenochtend is het mooi geweest. Het is inmiddels 7:15. Ik heb nog even gelegen. Ja, het is eigenlijk alweer 's ochtends en ik kan zo mijn spulletjes wel eens op gaan ruimen. Ik ga nog een beetje meer wakker worden, mijn spullen inpakken en dan... gaan we langzaamaan vertrekken. Noodvoedselvoorziening.nl, bedankt voor het sponsoren van deze video. Ik heb er goed en lekker van gegeten. Ik heb nu wel erg trek, maar ik vind het avontuur mooi geweest. Het is tijd om zo rustig aan naar huis te gaan. Dat was het avontuur dan. Het waait flink. Bedankt voor het kijken naar dit avontuur. Like de video, abonneer op mijn kanaal. Koop je spullen bij noodvoedselvoorziening.nl of klik op de link in ieder geval. En dan bedankt voor het kijken.